Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Wij staan op dit moment op een industrieterrein, namelijk bij een vuurwerkwinkel in Duitsland. De meeste van jullie weten het al, maar er is nog steeds dus een regel dat je in Duitsland je vuurwerk al kan kopen als je een KVK-geldig uitreksel kan laten zien. Dus dat is in Nederland is een document waarin je kan aantonen dat je een bedrijf hebt. Dan kan je dus al je vuurwerk halen. Ik zou het niet aanraden, want je mag natuurlijk niet met vuurwerk de grens over. Maar het is wel interessant om even te laten zien wat ze hier hebben. Ze zijn natuurlijk vorig jaar ook al bij andere winkels geweest. Maar hier hebben ze onder andere Funke, Argento. Gewoon de grotere, mooiere merken. En dit jaar wordt het wel echt een probleem met Funke. Vooral in Nederland. We waren natuurlijk in Polen. Vorige week hebben jullie dat kunnen zien. En Funke heeft dit jaar heel veel leverproblemen vanwege het feit dat de fabriek niet kan voldoen aan de kwaliteit die Funke wil. Waardoor al het vuurwerk wat ze dit jaar maken vooral richting Duitsland gaat. En dat hebben ze hier dus wel. Dus ik zou zeggen, laten we maar even binnen gaan kijken. Stap maar uit, cameraman. Lukt het jou? Ja hoor. Oh ja, zo. Oh, boep, boep, boep. We zijn dus bij Vuurwerk Langeberg, jongens. Laten we even gaan aanbellen. En kijken wat ze al hebben staan. Ja, dat... Nee, niet zo. Hey, kijk, jongens. Wat een vuurwerk zien we daar al achter staan. We zijn binnen, jongens, bij de winkel. Jullie zien het achter mij al. Mooie muur aan producten. En zoals vorig jaar ook, veel mensen komen hier al hun vuurwerk halen. Ik heb het ook al gezegd net in de intro, je kan dus al met KVK je vuurwerk halen. Maar je kan dus ook gewoon net zoals ons de laatste 3 dagen van het jaar hier komen en je vuurwerk ophalen. Wij zijn natuurlijk vlak over de grens in Duitsland. In Duitsland mogen wij producten nog steeds verkopen die helaas in Nederland verboden zijn. Waaronder de Sissing crackers. Oh ja, rotjes. Ja, de ouderwetse rotjes. Jongens. Die mogen ze gewoon nog hier verkopen. De echte, ja. De Chinabella D hebben wij. Zo. Kijk hierboven. Vuurpijlen. De pijlen. En die missen we natuurlijk heel erg in Nederland. Hè? Ja. Ik bedoel, dat was zo'n mooi product voor erbij met Oud en Nieuw. Ja. En ja, die zijn dus nu hier allemaal te koop wel. Moet je natuurlijk wel mee uitkijken in Nederland, jongens, tenzij je hier blijft, maar ze verkopen het in ieder geval wel. Ja. Ja. Mooie blokken. Blokken verder. Ja, kijk, ik denk dat we een uniek assortiment hebben aan compounds. We hebben natuurlijk een stuk of 6-7 goede labels. En ook natuurlijk. Oeh, hey. Hey, Tunnekindje. Die kennen we. Willem Bulkbeck. Dit zijn de Nederlandse toch? Die waren afgekeurd? Ja, die zijn inderdaad afgekeurd. De Katan. Deze ook? Ja. Ja. Ja, maar dit zijn nog echt de. De goede goeie. De goede goeie. Ja. Oh jeetje. Van jaren geleden ook. Ja. Maddock inderdaad. Maddock producten. Kleine matjes. Dat je dat hier nu nog allemaal kan kopen, jongens. En ik zei het al, van vorig jaar hebben we natuurlijk gezien, er was echt een run op het Duitse vuurwerk. De supermarkten, het liep storm. Dus het is zeker een hele mooie optie om de laatste 3 dagen van het jaar bijvoorbeeld je winkelbezoek deze kant op te hebben. Want dat mag natuurlijk dan gewoon. De laatste 3 dagen van het jaar mag je de grens over. Het zal denk ik wel dit jaar een beetje druk worden met die controles. De laatste 3 dagen is niet zo, er zit een zondag tussen. Oh, ja. Dus we hebben dit jaar de 28e, zaterdag, zondags de 29e zijn we gesloten. En dan hebben we de maandag en dinsdag, 30 en 31 zijn we dan weer. Oh, ja. Dat kan je helemaal vergeten. Ja, ja, maar dat is wel voor jullie fijn, even een dagje rust. Ja, naar kunnen we de winkels weer opbouwen. Kijken wat er misgeregeld is. Ja, zeker. Het is wel lekker, man. Dit jaar, dat was ik helemaal vergeten. Joh. Ja, even ook een rustdagje. Ja. Ook voor ons. Ook wel even lekker. Ja, precies. Nou ja, we hebben een gedeelte van onze Tripex lijn is ondertussen binnen. Dat is ook een merk... Ja, voor de liefhebber. Ja, die kennen we wel. Goed kaliber. Ziek hoor. Helaas nog weinig van de toppers in de collectie. Funke. Ja, we hebben op dit moment voorraad de Fireball. Mieskraatjes. Single Rose hebben staan. Gelukkig komt er her en der van de nevenlijn Iskra-lijn. Komen er wat kleine compoundjes binnen. En er zijn nog wat andere dingetjes onderweg. Zo. Maar jongens, jullie zien het dus. Dit jaar is er dus nog een schaarser aanbod van Funke. Hier hebben ze wel gewoon. Op dit moment nog niet alles wat ze moeten hebben. Ook Riakeo, toch? Ja, 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 we krijgen 24 producten van die Riakeo ook nog binnen. Ja, die zitten dus op
toch de boot vanuit China. Je kan ook een bestelling toch doen online om de laatste dagen af te halen? Ja, ja, bij onze webshop is nu al geopend, dus wij zijn nu al open voor bestellingen. Ik denk dat het raadzaam is om het te doen, want nogmaals, de laatste dagen zijn meestal dat soort mooie grote compounds uitverkocht. Ja. Dus ik zou zeker nu alvast online een bestelling plaatsen. En het erge is, jongens, dat dit dus gewoon verboden is in Nederland. Totaal onschuldig, we kennen het wel. Toch bizar, hè? Maar dat het niet mag. Dit had gewoon altijd iets. Als je met deze in je rugzak op oud en nieuw meeliep, dan was het altijd gewoon geweldig om mee te staan. En nu kan het allemaal niet meer. Ook omdat de afsteektijden natuurlijk zijn veranderd. Hier ook grondbloemen. Oh ja, grondbloemknallers. Weet je nog, er was een jaar, hè, dan hadden ze grondbloemen bij de vuurwerkhal. En die had toen een knal, maar ja? Dat was met flitspoeder. Dat was een jaar. Als er mensen kijken die dat nog weten. Dat ik heb ze gehad. 2014 denk ik. Volt cakeys. Effect, maar... Veel van Volt ook. Het oog wil ook wat. Ja, het oog wil ook wat. Ja, ja, misschien nog wel belangrijk om te vertellen. Ik hoor her en der geluiden en mensen benaderen ons over de grenscontroles die tegenwoordig zijn. Duitsland heeft natuurlijk de regels aangescherpt, de immigrantenregeling. Ja. Ja, ik wilde eigenlijk wel even vertellen dat het de controle is naar Duitsland toe. Ja. Dus mensen die zeggen, ja, straks word ik wel weggehaald met mijn auto vol met vuurwerk, maar de controles terug naar Nederland, daar is geen controle. Het zijn de grote grensovergangen in de regio, niet bij ons, maar op de A1 bijvoorbeeld. Snelweg, ja. Ja. Ja, de snelwegen, daar hebben ze de grenscontroles, maar Duitsland in. Ja. Dus eigenlijk kan je op de heenweg file verwachten, ja, maar op de terugweg niet, want nee, de Nederlandse politie staat er niet. Nee. En wat heb je daar staan? Dit is F1, kindervuurwerk. Oh, ja, oh, er staan nog meer. Ja. Kom, ja, spin er even heen. Dat is Mies' specialiteit, ja, het kindervuurwerk. Nee, dit hebben we dit professorisch nu gedaan. Want we zijn nog de afwachting van, we krijgen van Leslie hele mooie presentatierekken, maar die zijn helaas niet op tijd geleverd. Dat is deze. Zo, ja. Ja, dus, sick. Dus rondom hebben we een assortimentje. Kindervuurwerk, F1. Oh, dit zijn wel blokjes hoor. Ja. En voor overdag. Ja, horen in Nederland, zegt dat er wel bij. Ja, nee, dat... Ja. Verboden in Nederland. Nee, mooi man. Wat hier ligt dan? Jumping Jackies, wel dummies volgens mij. Ja, dat... Oh, vuurwerk totaal ook nog, joh. Volt, toch? Ja. Ja, ja, dat stond ook daarboven. Volt collectie. Oh ja, de Volt collectie hebben ze hier ook. Maar dit is wel echt dik voor overdag. Ja, en als je even rondom filmt, dan zal je zien wat voor ruimte dit is. Het is een best wel sfeervolle... Misschien moet je nog even wat vlinders hier hangen. Ja. Maar het is een mooie ruimte hier om... om je vuurwerk te halen. En zodra jullie deze video zien, is de winkel ook al open. Dus dan kunnen jullie al deze kant op komen. Gewoon om even een kijkje te nemen als je tegen de grens aan woont. Enschede bijvoorbeeld. Want zijn we bij Enschede de grens overgegaan? Ja, ja, ja. Want we zagen zo'n grote Grolsfabriek volgens mij. En hier hebben we elektriciteitsknallers. P1. Moet ook nog allemaal gefixt worden, jongens. Maar al met al een mooie sfeervolle winkel al. En dat voor, nou, wat is het? Bijna oktober, want over een paar dagen is het oktober natuurlijk. Ja. Kijk dan, jongens. Hier staat een zeecontainer. En dit mag gewoon in Duitsland. Hier staat al een kleine opslag. Moet je kijken, die Volt blokjes. Drieplex. Maar kijk deze dan, jongens. Funke. En wat een populariteit heeft dit merk de afgelopen jaren gemaakt, hè? Want zo populair is het. Maar dat is ook terecht. En deze staat dus al behoorlijk vol, deze. Ja, wat kan je zeggen? Een bunkertje. Dit wordt gewoon uit de verkoop natuurlijk vanaf nu geleverd. Voor mensen die met KVK komen uit Duitsland en dan ook Nederland eigenlijk. Nou jongens, nog een bunkertje, maar dit is F1 natuurlijk. Dus dit is niet heel spannend. Luftpfeifer. En wat is dat eigenlijk voor halve raket dat daar staat? Confetti of zo? Nee, een hele andere idee, maar goed, laat maar zitten. Dat is een enorme zetpil. Is dat een zetpil? We rijden weer weg bij de winkel. Ik ben heel erg verrast, in positieve zin, vanwege het assortiment. Ik zei het ook al net tegen de cameraman. Funke hebben ze, vuurwerk totaal. Ja, Riakeo natuurlijk ook, maar dat moet nog komen. We gaan zeker nog wel een keer terug. En dat je dat gewoon hier in Duitsland nu kan kopen, terwijl... Hier komt even los met zijn bladblazer. En dat je gewoon, ja, de rest van de winkels gaat allemaal geen Funke hebben. Funke wordt echt gewoon een uniek product.
die je niet meer kan verkrijgen dit jaar vanwege de, ja, de problemen in de Chinese fabrieken. Dus al met al een hele mooie winkel. Ik zou zeker een kijkje nemen als je de kant op gaat van Gronau. Dus net over de grens bij Enschede. Laatste drie dagen van het jaar. Kan je dus je vuurwerk hier ook kopen. En dan kan je gelijktijdig even de Lidl pakken hier in de regio. Al die supermarkten. Dat soort dingen. Je kan het nu dus ook al halen met KVK. Maar dat zou ik niet aanraden. Wij hebben ook niks bij ons. Behalve statiegeldflessen. Want we gaan even naar de supermarkt om wat in te leveren. Maar ja, wij nemen ook niks mee over de grens. Dat risico lopen wij niet. Maar het kan dus wel. Voornamelijk voor Duitsers, Nederlanders. Kan je gewoon je vuurwerk al kopen. Desnoods hier laten staan. En de laatste dag van het jaar halen. Thanks in ieder geval voor het kijken naar deze shopvideo. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Mochten jullie nog een tip hebben waar we ook naartoe kunnen gaan, laat het even weten in deze reacties. En wie weet zie je dan volgende week bijvoorbeeld wel de video in die winkel. Later.